Goedendag, kijk naar de weersvraagdie van Weerblazen.nl. Vanmiddag om 1 uur was het nog schitterend weer in Nederland, als je tenminste van hoge temperaturen houdt. Het werd uiteindelijk zo'n 33 graden. Maar boven het noordwesten van Frankrijk zijn zware onweersbuien ontstaan, soms zelfs met 200 bliksems per minuut, en die trekken vanavond over het land. Dat betekent dat we plaatselijk met noodweer te maken krijgen: zware windstoten, grote hagelstenen, kan erg slecht weer zijn op een enkele plek en daarom is de code Oranje. Vannacht trekken de zware buien oostwaarts weg. Dan klaart het langzaam vanuit het westen op. Morgenochtend in het oosten nog een enkele bui. Maar vanuit het westen steeds meer zonneschijn. En smiddags schijnt de zon dan geregeld. Het is veel minder warm. 17 tot 22 graden. Zondag volop zon. Ook dan temperaturen van 17 tot 21 graden. En ook maandag en dinsdag hebben we de paraplu niet nodig. De zon schijnt geregeld. Maar de temperaturen blijven laag. Dinsdag zelfs 15 tot 17 graden maar liefst. Dus als je van warmte houdt. Toch vanavond nog even genieten. Met Michiel Severin van Weerplaza.